kijk eigenlijk een dagje met een Spaangebeurse dag of met een visserijdag, dan heb ik het aan en denk, nou ja, vind het wel prima. Maar als ik zo eventjes naar het dorp ga en ze komen meteen met een foto te staan, dan denk ik, nou even niet hoor. Maar ja, ik ben dan weer hoeig. Dan zeg ik, nou vooruit hè. Hier heb ik een stukje, dat moet gewassen worden. En dan moet ik daar een nachtje in het water zetten. Dan gaan die lappen, kijk, die worden dan zacht en nat. Kijk, en een stukje is heel lang, maar dat is wel 1,50 meter wijd. Dan kom je ook als je het opnaait nog plooien in. En het is heel glibberig. En alles stuisel die erin zit. Als het gestreken is, is het één geheel. Die lappen die worden er tegenaan geplakt met stuisel. Kijk, en dat is nou het stukje. En dat moet nou in de sop. En deze lap, die droog ik op. Want ik heb nu geen witte was. En dan droog ik ze eerst op. En dan doe ik ze in een waszak bij mijn witte was. En dan is goed de stijsel eruit en is het ook weer schoon. Ik heb hier een emmer... warm water. Eén keer in de 6-7 weken of 8 weken, dan doe ik het rustig wat. En dan doe ik ze stijven, doe ik in een badje. En ik doe ze door een wringer. Met de goede kant naar buiten, dan zitten ze al stijfsel op. Heb je dat ervoor wat aan de spat dat zo? Alles wat nu plooi is, het is straks ook plooi en dan krijg ik het er niet meer uit. En dan kan ik niet zo heel veel meer doen. Dat doe ik eerst met een doek op de bovenkant, dat een beetje de stijfsel eraf is. Dan doe ik ze onder de machine door. En dan wordt het heet. Dan draai ik hem om en dan gaat de eerste lap er tegen. Druk ik hem weer onder de machine, dan pest hij weer warm. Haal ik hem weer terug, dan doe ik er nog een lap tegen, de laatste lap, vaak een damaste. Dat komt aan de achterkant van het stukje voor stevigte. Dan wordt het hard van en dan, komt het, ja, dan gaat het netjes om je lijf heen. Dat doen wij gezellig ook, hè, samen. Een radiootje aan. Wel, zie je wel dat het groeit? Wel, is groeit, absoluut. Ja? Ja, absoluut. Kom eens. Ja, ja, gelijk. Zie je, hij is groeit. Ja. Dan staat hij te warm. Je kan het hier bovenop ook zien. Dit is een pers, een droger. Alleen droger doet hij hierop. Er zit geen thermostaat op deze, hè? Dus dat moet je allemaal op gevoel doen. Maar nu is hij zo warm, ik kan dat stukje nou wel doen met de warmte van dat ding. Dan kun je de bloemen ook eens zien aan de achterkant, hè?
nu is het gewoon perfect. Als ik het zo voel ook. Wel mooi van stijfte, niet te stijf. Niet te droog. Mooi. En daar gaan ze onder de glansmachine. Dat is een hele oude machine. Daar mag ik niet alleen aan zitten van mijn man, want anders is het bang dat ik mijn vingers kwijtraak. En dan leg ik hem onder die hete rol, eigenlijk. En dat geeft de glans dan ook. Er was hier een vrouw in het dorp en de moeder streek ook altijd aan kraplappen. En die moeder is dat gaan doen en toen was die vrouw oud en daar is die dochter, die liep ook mee en die dochter heeft dat overgenomen. Maar die dochter die werd 65 en die zei, ja, het loont niet meer. Ik heb er een rommel van, ik verdien er niks aan. Er zijn geen mensen meer die je dragen eigenlijk, haast. Dus er staan me in de weg en ik heb er geen zin meer in. Ik hou er mee op. Dat kun jij wel gaan doen. Ik zei, nee, ik heb er geen zin in hoor. Nou, zei ze, man, dat kun jij wel doen. Die paar mensen stuurt naar dragen, waar moet die dan heen? Ik zei, ja, dat weet ik ook niet. Maar toen was ik thuis en toen vertelde ik dat tegen mijn man. En die zei, ja man, dus onze schuur is groot, dan doe je dat dan een poosje. Kijk, de buik heb ik nu vast. Nou, kijk, die is al helemaal klaar. Ik even de banden los. Hup. Zo doe je hem om. En dan doe je de bandjes hier van achteren door je haak. Ja. En dan heb je een kerkschot. Dit is een van mijn mooiste kraplappen. Dat is gewoon een Indische sits. Hoe oud die is, dat zou ik niet weten. Ik geloof niet dat het een hele vroege is. Want dat kun je ook wel zien aan de kleuren. Maar die is nog vrij nieuw van kleur. Hij was ook helemaal mooi van kleur, want de glans lag er nog op. Dus waarschijnlijk jaren bewaard in een kast. Ik doe hem zo om, zo. En dan mijn hoofd erdoor. En dan gaat hij om. Ik draag zo van de week de hele week die. Als ik moet naar het werk moeten, dan doe ik een schone om. Dan doe ik wat anders om. Ja, en op zaterdag en op zondags naar de kerk ga, dan heb ik ook een andere om. Dan doe ik nooit dezelfde om. Heb ik ze een beetje op rij liggen wanneer ik me gedragen heb. Als we nog 5 jaar verder zijn, dan hoef ik geen kraplappen meer te strijken. Kijk het ook niet meer misschien hoor. Want als mijn stijf, ik heb afgesproken met mezelf, als mijn stijf zo op is, hou ik op. En dan is het over. Dan doe ik het ook niet meer.